Ik ga meteen hier in het midden beginnen hoor. Dan gaan we de eerste. Oeh. Dit is zo'n discussiepunt. Achternaam van papa of van mama? Nou ja, dan toch van papa. Achternaam van papa. Heel lang verlof of doorwerken? Doorwerken natuurlijk. Hallo. Kinderopvang of opa en oma? Als het kan, dan zeker opa en oma. Die dwingen mij gewoon. Die zijn nu al de tijd aan het indelen, terwijl het nog niet eens is. Maar ja, opa en oma. Ja. Slapen op het eigen kamertje of warm bij jou in bed? Het liefst voor altijd warm bij mij in bed. Maar het beste is slapen op het eigen kamertje. En ze heeft een beeldig kamertje. Daar wil ik zelfs liggen. Borstvoeding tot aan de basisschool of zo snel mogelijk aan de fles? Ik ga het combineren. En toch wel zo snel mogelijk aan de fles. Want mama wil ook graag wel weer een wijntje drinken. Gezicht laten zien op Instagram of afplakken met een emoji? Voor nu ga ik voor gezicht laten zien op Instagram. Waarom niet? Het zou wel kunnen veranderen, maar dat is meer omdat ik al die gekke websites van tegenwoordig. Toch wel gekke mensen waar je veel over hoort. Dat is het enige waar ik over nadenk. Maar verder zou ik het heel leuk vinden om, net zoals dat ik mezelf deel met heel de wereld, waarom haar dan niet? Op stap met de kleine of de kleine op stap met jou? Nou ja, ik hoop dat ik heel veel met haar op stap mag gaan. Dus op stap met de kleine. Ik wil alles, alles aan haar laten zien. Dus, en later gaat ze met mij mee op stap. Dan gaan we naar Awakenings. Dan weten ze dat alvast. Maar gelukkig is dat nog heel ver weg. Speentje of lekker laten jengelen? Nee, speentje. Ik had ook altijd een speentje. En er is niks mis mee, toch? Alles 50-50 qua babyzorg of toch meer mama's pakje aan? Sowieso wel 50-50. Dat is waar we wel voor gaan. Ja. Moet ik er straks delen? Nu is er nog helemaal van mij. Oh. Nee hoor, we kunnen niet wachten om er in onze armen te hebben.